Breda nu. Je weet het meteen. Breda Actief heeft 28 nieuwe citytrainers gepresenteerd in het bijzijn van wethouder Paul de Beer. De jongeren gaan de komende tijd met hun geleerde vaardigheden aan de slag om andere jongeren in Breda aan het sporten en bewegen te krijgen. Zij hebben een cursus gevolgd om allerlei sportieve activiteiten in buurt en wijk te gaan organiseren. Sommigen doen dat bij een vereniging, anderen bij een buurthuis. En zij hebben allerlei vaardigheden aangeleerd gekregen om dat te kunnen doen. Zoals doelgroep herkennen, reclame maken, les voorbereiden, conflicthantering. En daar zijn zij 7 weken heel actief mee bezig geweest. En daarna hebben ze nog een praktijkstage gedaan. En voor welke doelgroep gaan zij nou werken straks? Dat kan voor ieder voor zijn eigen doelgroep. Of ze met ouderen gaan dansen of met jongeren gaan voetballen. Mag ook heel dicht passen bij de activiteit of de interesses van de citytrainer zelf. De nieuwe citytrainers staan vol enthousiasme klaar om van start te gaan met hun activiteiten. Het verschil zit hem in dat het om een hele andere doelgroep gaat. Bij citytrainers gaat het om de wijk, om de buurt en dan kun je van iedereen van alles tegenkomen. Van jong tot oud, dus ja, en dat op school heb je hem of in de buurt vrienden. Dat zijn mensen, ja, leeftijdscategorie, leeftijdsgenoten of een paar jaar eronder, een paar jaar erboven, niet veel anders. Welke stage heb jij gedaan? Ik heb bij Huizen Raffies hebben een eindactiviteit gedaan samen met Rubina en Evi. En mijn stage heb ik bij de SCP het Honk in Prinsenbeek gedaan en daar heb ik gewerfd en ja, heel veel verschillende dingen gedaan en hebben een bootcamp georganiseerd. Jij? Ik heb bij Teamplay at NAC, naast het toernooi dat ze deden voor de winterstop, heb ik met een maat van mij hebben een activiteit georganiseerd. En dat is basketbal geworden, vanwege de NAC Basketball League. En daar konden ze buiten het toernooi, buiten de wedstrijden om, als ze pauze hadden en rust, konden ze daar aan deelnemen. En dat is gelukt en dat was leuk, dan konden ze dus... Stel, ze hadden verloren, dan konden ze ook buiten het voetbal laten zien op het basketbalveld dat ze daar wel konden winnen. En dat is ook een paar keer gebeurd en dat is superleuk. Ze doen met enthousiasme en ze doen heel hard mee. En fysiek, ja, dat is gewoon leuk om te zien als ze dan veel komen opdagen en goed meedoen. Jullie zijn nog jong, denk ik, hè? Hoe oud? 15 jaar. 18. Merk je dat het beroep, zullen we het maar eens even noemen, van citytrainer, hè? Het is natuurlijk vrijwilligerswerk, maar de functie die je hebt, dat het serieus genomen wordt in de stad? Ja, we worden best wel eens bij wat activiteiten zoals bij NAC worden we best vaak ingezet. We zijn altijd extra eigenlijk soort ook van extra handen bij andere activiteiten, lessen, trainingen, zoals bij kickboksen of bij zo'n clubhuis. Ja, we worden overal geaccepteerd. Alle hulp is eigenlijk altijd wel welkom bij grote activiteiten ook, zoals bij Koningsdagen of... Breda Live of andere organisaties of feesten of zo. En alle hulp is eigenlijk altijd wel welkom.